mijn grootste fout die ik echt ooit heb gemaakt in de gemeente Haren is dan toch wel het plein wat er nou ligt. Daar hebben we nu uiteindelijk dan een half miljoen meer voor neer moeten leggen. 1,7 miljoen. Terwijl we 1,5 miljoen hebben voor de Dom. En we hebben niet eens naar gekeken hoe we dat nou kunnen combineren. Dan hebben we daar dadelijk een leeg gemeentehuis staan waar we eigenlijk niet van weten wat we mee moeten. En dan moeten we dadelijk ook nog een Dom aanpakken. Had dat gecombineerd, had een Dom op dat mooie plein gezet, had het vervolgens richting de Albert Heijn en zo getrokken en had je een mooi centrum gehad. En dat is eigenlijk de stomste fout die ik heb gemaakt. En daar leer ik enorm van. Dat is natuurlijk wat ik nu al doe. Hè. Dat zijn dingen waar ik me sowieso aan zal vasthouden en sowieso wil veranderen ook. Ik ben Jan van Ginneke. Ik woon tot mijn 12e heb ik in Helvoort gewoond. Tot ongeveer mijn 25e in Biesemortel, nu dan in Haren. Sinds 2014 dan ook gemeenteraadslid in Haren voor Progressief. En nu dan ook heel trots om uiteindelijk duur lijsttrekker te kunnen zijn van D66 Oosterwijk. Ja, en iets verder terug, waarom eigenlijk de politiek in ben gegaan. Ja, dat was voor mij al een gevoel die al vanaf jongs af aan zat. Middelbare school, leerlingenraad opgericht op het mbo. Het Koningin College studentenraad opgericht. En zodoende ook in die politiek gerold. Want, ja, dat vond ik machtig interessant om uiteindelijk voor ons allen op te kunnen komen. Maar waar ik voor sta is in ieder geval voor ons. Voor ons allen, dus voor de samenleving, voor onze inwoners. En wat dan vooral belangrijk is natuurlijk voor echt iedereen. Niet zeg diegene die op mijn partij is gestemd, maar we moeten daar rekening houden. Omdat we ook met ons gezamenlijk in die samenleving wonen, in deze gemeenschap. Ik heb dit altijd als hobby gezien, maar goed, zoals ik altijd heb geleerd, van je hobby moet je je werk zien te maken. En daar ben ik nou ook mee bezig. Nou, binnenkort, dat wil ik dan ook weer niet zeggen, maar uiteraard wil ik het heel graag hierin verder, want dit vind ik mooi. Ik heb gekozen voor D66 al in 2011, denk ik. Omdat ik toen al geïnteresseerd raakte met alles wat daarin Pechtold zei en hoe dat naar voren kwam. En vervolgens ben ik daar veel dieper in geraakt. En wat ik dan zojuist dan interessant vind, is dat D66 niet links of rechts is. Maar die kiest daarin de beste keus. De beste mogelijkheid. We conformeren ons niet aan één kant. We zorgen ervoor dat we het beste doen voor iedereen. Dan vertrouw ik daarin altijd op mijn fractie, omdat we daar dan de onderwerpen in hebben verdeeld. En dat hebben we natuurlijk van tevoren besproken. Die deelt dan ook wat zijn kennis daarover. En nou, dan vertrouw ik daarop. Dat is een idee van de fractie natuurlijk. Ja, ik vind dat natuurlijk een mooie schaalvergroting. Daar hebben we toen ook aan de voet mee gestaan in 2014 als Progressief flink voor gestreden. En toen is het inwoners erop gestaan, handtekeningenactie. Ik meen iets van 4000 handtekeningen. Nou ja, en dan is het natuurlijk dat we dit voor elkaar kunnen krijgen hartstikke mooi. Dat we het een mooi einde kunnen brengen en dat ik dan ook nog een bijdrage kan leveren in het samenvoegen van Haren en Oosterwijk. We moeten altijd kijken naar hoe dat het groter zou kunnen, want we moeten namelijk kijken van nou, wat is onze slagkracht en hoe kunnen we dat het beste neerzetten. Dus, maar hier heb je dus ook een samenwerking zitten met twee andere gemeentes, waar we dan in ieder geval ook naar kijken om ervoor te zorgen dat we niet per se die schaalvergroting nodig hebben. Maar als we daarachter komen dat het nodig is, ja, dan moeten we daar altijd realistische keuze in maken. Nou, dat weet ik dus nog niet. Dan moeten we op dat moment die realistische keuze maken. Ja, in ieder geval als we gaan kijken naar de belastingen. De OZB die zal in één keer heel veel naar beneden toe gaan. Ik heb cijfers gezien dat het zo maar per huishouden en dan ongeveer ongeacht van de grootte, of in ieder geval afhangend van de grootte, tussen de 100 en de 200 of 300 euro kan schelen. Als we dus nu naar Oostenrijk gaan en de belastingen hier pakken. Wat wij altijd graag nastreven is professionaliteit in bestuur. Dat verwachten wij ook hier in Oosterwijk. We zien bijvoorbeeld in Haren dat we daar een stuk beter hebben kunnen luisteren de afgelopen jaren naar onze inwoners dan dat hier in Oosterwijk is gedaan. En wij willen dat dus ook zien in te brengen hier zo weer in het Oosterwijkse. En wij verwachten dus ook door die schaalvergroting dat we daar inderdaad wat beter uiteindelijk uit de voet komen. Maar schaalvergroting wil niet zeggen dat er automatisch alles beter wordt. Nou, wij vinden sowieso dat we uiteindelijk naar behoorlijk bestuur toe moeten. En daar het gewoon voor ons in ieder geval in. Dat we vooral moeten gaan kijken van wat willen de inwoners nou. Dus als iets in de wijk gebeurt, als er iets ergens anders gebeurt. Wij willen dat die inwoners altijd zien te raadplegen. Dat heb je ook gezien uiteindelijk in Haren. Toen we daar zo hebben gekeken naar waar willen de inwoners eigenlijk heen. Willen we wel of niet gemeentelijk herindelen. En wij vinden het dus vooral belangrijk dat we weer een luisterend oor leggen bij die inwoners. En dat houdt in dat we hem van voordat de plannen worden gemaakt meenemen. Nu is het al snel een informatieavondje die erop nagehouden en dan is het klaar.
dan wordt je verteld wat uiteindelijk is. En dan zeggen ze, wat vind je hiervan? Zeg me gewoon mijn dingetjes. Ja. Maar je moet eigenlijk van tevoren worden meegenomen in het plan. Ja, dat komt omdat je nu eigenlijk gaat kijken naar een heel nieuwe ambtenarij. Ik zit in de bestuurskunde, hè, dat is mijn opleiding. Daar heb je ambtenaar 1, ambtenaar 2.0, ambtenaar 3.0. En die ambtenaar 3.0, die hoort ook echt naar de inwoner voordat het plan er staat te gaan. En dat dan mee te nemen in de plannen die ze gaan maken. Ambtenaar 2.0 die ging inderdaad alleen met de informatieavond af en die vertelde wat er ging gebeuren. Nou, dan hadden ze ook een keer met de burger gesproken. Vind ik een hele interessante vraag. Want wat je eigenlijk vraagt is dus, nou, hoe kunnen we die inwoner zo goed mogelijk meenemen in die politiek? Wat ik merk is dat ik na de 2 jaar in die politiek te hebben gezeten hele andere formuleringen probeer te zetten, omdat dat dan een normale gang van zaken is. Maar eigenlijk moeten we gewoon normaal proberen te blijven. En dus zo makkelijk mogelijk om het gewoon goed neer te zetten, want iedereen moet het kunnen volgen. Dat zie je ook vaak als je gaat kijken naar, laten we zeggen, de echte goede hoogleraren. Ja. Die kunnen het in hele makkelijke woorden uitleggen. Maar diegenen die het niet snappen, die gaan hele moeilijke woorden gebruiken. Ja. Haren heeft inderdaad 4 wethouders en dat is eigenlijk de vraag die gaat naar mijn coalitie. Wij hebben namelijk 4 wethouders daarvoor gekozen omdat het vooral belangrijk was om die invlechting zo goed te regelen. En eigenlijk merk je nu ook hoe belangrijk dat is. Want we hebben gewoon 4 verschillende gemeentes waar we allemaal contact mee moeten onderhouden. En allemaal het beleid weer moeten zien in te werken in die andere gemeentes. En ja, daar is gewoon een mankracht voor nodig geweest. Ik durf wel te zeggen dat dit een voltreffer is geweest, omdat we nu eindelijk zien hoe goed die invlechting uiteindelijk nu verloopt. Mm-hmm. En hoe voorspoediger we dat uiteindelijk nu in kunnen zetten, ook als gemeente zijnde. Wij vinden het vooral belangrijk dat er goed wordt geïnvesteerd in de Sint-Wordiborgschool. Want elke euro die we daarin uitgeven, daar goed terugkomt. En daarom zien we dus nu ook dat het nog niet geïnvesteerd is. En dat we dat in Boksel dus gaan doen. Ja, dat doet het al. We zijn alleen maar bezig nu op social media. We hebben een campagnepand zodat mensen kunnen binnenlopen. Maar eindelijk campagnepand hebben we nu al verder gesloten. We zien dat we niet kunnen flyeren en niet mogen flyeren. We kunnen niet canvassen, dus kunnen niet bij jullie langs de deur. Er zijn heel veel dingen waardoor we eigenlijk dat normale verkiezingsgevoel niet meer echt naar boven kunnen krijgen. We kunnen ook niet meer bij de supermarkt staan bijvoorbeeld. Dat kan allemaal niet meer. Verenigingen zijn eigenlijk het hart van onze samenleving. En vooral in Haren als we daar naar gaan kijken, maar dat zal ook hier in Oosterwijk en ook vooral Moergestel zijn. Het is daarom gewoon heel groot belang om dat goed neer te zetten. Dat hebben we eigenlijk ook al in Haren gedaan de afgelopen raadsperiode. Daarin hebben we extra geld voor de muziekvereniging vrijgemaakt. Hebben we ook gekeken naar mogelijkheden voor bibliotheek en ook gekeken naar mogelijkheden voor muziek op scholen. Daar is maar wel waar we mee bezighouden, omdat de verenigingen zo super belangrijk zijn uiteindelijk. Wat mij momenteel een beetje stoort aan de Oostenrijkse media is dat je niet elk medium goed kan gebruiken zoals ik dat in Haren heb gezien. Ik noem het een Haren.nu waar we gewoon altijd ons stukje op kunnen plaatsen waar helemaal geen redactionele kijk op is. Die wordt gewoon geplaatst. Dan krijg je stukjes van Peter Korvers eroverheen die daar dan een kleur aan geeft. Wat ik ook alleen maar goed vind. Maar op deze manier hebben we dan ook een heel goed medium om uiteindelijk onze boodschap uit te dragen. En dat mis ik hier in Oostenrijk. Ja, ik vind het sowieso belangrijk dat iedereen en dan vooral die politiek goed doet aan zelfreflectie. Want als dat mist, dan kan je daarin ook je eigen fouten niet goed maken. En wat je nu eigenlijk heel veel ziet, zowel in de hogere politiek als de lagere regionen politiek, is dat mensen er al veel te snel overheen stappen en eigenlijk overheen proberen te, ja, sorry voor het woord, eroverheen proberen te lullen en er iets anders van proberen te maken. En ik vind het juist zo belangrijk dat we ook daarin eerlijk zijn. Als je een fout hebt gemaakt, geef dat dan toe.